Wonderful! Ja, thank you! Smakelijk! Ja, dankjewel! Ik heb ook nog mijn wandels in de tas zitten! Ja. Ja, wat leuk zeg! Ja, lekker! Eet smakelijk! Dankjewel! En jullie gaan terugreizen? Ja. Ja! Ik wil wat zeggen tegen jou! Jij bent fantastisch! Dankjewel! Jij ook! Because jij bent jong! En ja, knap! Frisse fruitdag en go for it! Finish! Dankjewel! Jij ook! Fijne dag met vriendinnen! Jeugdige dames, spannend vinden ze! Op naar de volgende level! Roze zijn rood en die heb jij op de nagel. Ja, prachtige roze. En die van jou, wat voor kleur? Ook roze. Allebei roze. Yes. Dubbel roze. En hier is rood. Rood. Yes. Roze zijn rood. Rood zijn rood. En dan? Ja. Vraagteken. Ja, goed hoor. Geen idee. Doei. Doei. Oh, ik kom maar even niet met woorden uit. Het is zo gefascineerd in de maling die ik heb zelf gedaan. Deze guy, check naar zijn haar. Frisse fruiten. Mooi. Ja, moedervlek, super populair. Ja. Even mooi hoe je bent. Dankjewel. Dat wil ik zeggen. Nee. Good luck. Understood. Ja, hij zat te filmen, maar toen ging hij filmen terug. Ik ben op avontuur, ergens in Amsterdam, bij de pijp. En ik ben van plan om naar een plekje te gaan waarin heel veel BN'ers tegenkomen. Dus toen heeft iemand tips gegeven en dat heet George. Dat is een locatie, maar ik laat jullie zien. Dus ik moet naar die plek toe. Ik heb er wel zin in, dus dan zie je vanzelf wel wat er verschijnt. Oh, vet cool. Kijk hoe dat eruit ziet. Dit vind ik prachtig om te filmen. Ik heb een vraag aan jou. Ja. Ben jij wel eens vandaag BN'ers tegengekomen? In de wat? BN'ers. Ja, BN, eentje. Vertel maar. Archie zijn we tegengekomen. Vertel meer. Hij is een rapper. Hij is een vriend van Biggie Dango. En ja, hij kan heel goed rappen. Ja. En hebben jullie samen met hem een foto gemaakt? Nee, hij was heel druk bij de kassa en toen wouden we later een foto maken, maar toen was hij al weg. Oh, met door vrienden dus? Ja. Ja. Oké, okay, jammer. Ja. Op naar de volgende. Box. Ja. Ja, doei. Oh, dus hij was met zijn vrienden. Dus ik moet ook vrienden zoeken. Dan kunnen ze me schermen. Ik ben er. Tadaa. Dat is een plekje dus. Terrasjes. Die kant ook. Super gezellig. Even kijken of ik geluk tegenkom. Ik laat jullie iedereen weten. Oeh, twee boys. Ik heb met Bedini gesproken. Zij zei, ja, hier komen we eens veel bekende Nederlandse tegen. Maar nu is het andere personen, andere mensen. Want de bekende Nederlander. Het is even kijken hoe laat het is. 19:53. Dus ja, je moet wel mazzel hebben. Dus de kans is groot. En je komt wel eens tegen. En hoeft niet per se, maar kan ook gebeuren. Dat is wat ik weet. En toen ben ik naar deze plek toe gegaan. Want ik heb gehoord, de kans is ook groot om BN'ers tegen te komen. Is er ook nog. En dat kan overal gebeuren. Op een plekje. Want hier komen ze veel tegen. Want ze zijn moeilijk te vinden. Dus vandaar dus dat de BN'ers zijn goed voor stoppetjes spelen. Geen grap hoor. Ik heb gehoord, Lil van Klein, die was daar geweest. Slagerij de Scheuft, heel zo. En daarna dacht ik van, oké, ik ga naar Brasserie van Dam. En ik ga naar die locatie toe. Dus ik ben benieuwd, want dit is een plekje. En dit is een eindbestemming. Hier zijn dus BN'ers bekend. Die komen binnen en shoppen. Nou, mooi wereldje. Nou, helaas ben ik BN'ers niet tegengekomen. Misschien later nog wel, maar dat heb ik geen idee. Ik was naar die restaurant toe. Ik ging met die bediening dame vragen over BN'ers of die hier komen. Ze zeiden van ja, vaak veel. En soms gebeurt het wel eens en ze hebben vakantie nu en ja, dat is allemaal bij ieder per verschillen. Dus nu is het rustig en de BN'ers zijn nu niet, maar
andere keertje kom ik vast tegen als ik hier ben. Dus dat is het feit. Het is een mooie locatie. Geheim voor de BN'ers. Rustig. En dus, goede plek. Ik was aan het lopen en toen zag er die eigenaar mij en die heeft mij uitgenodigd om naar binnen te gaan. En ik heb gekletst en we gingen elkaar praatjes maken. En toen kreeg ik een alcoholvrij bier en toen pak camera. Tijd om te gaan vloggen. Dus hoe eruit ziet van het restaurant is mystery. Ik neem jullie mee naar binnen hoe het eruit ziet. Kijk eens aan. Het mooiste wat er is, als je binnenkomt, dan zie je helemaal netjes strak en hij. Gezellig, man. Ik ben blij om je te zien, man. Cheers, man. Cheers. En hier is ook nice. Goed jullie niet. Go. Yeah. Op naar beneden. Ik neem jullie mee naar beneden en laat ik jullie zien hoe mooi het hier is. Dit is een goede rustplekje. Mensen die bekende Nederlanden, die kunnen hier toe lekker zitten, rusten in de hoek. Zonder gestoord worden. En het feit is, daarbuiten is terrasjes. Waarschijnlijk als het mooi weer is, dan wordt deze deur open. Nou, ik weet het niet. Maar ik denk, ik ga vanuit zo eens. En kijk, ze hebben ook een prachtige portret. Wauw. Voor diegenen die naar wc mogelijk moeten, moet je via die kant op. En dan, hoppakee, boy and girl, apart. Of anders wordt hij zwanger. Nou, ik ga even tegen eigenaar zeggen. Hey jongens, bedankt voor uitmijnigen. En ik heb gewoon interview gedaan. Heb je die drinken niet Ja, joh, je ziet het ook wel goed voor mijn hersenen. En wie komt hier eigenlijk, BN'ers? We hebben Zlatan Ibrahimovic gehad, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, wekelijks. Een keertje. En jij, Sam van Dijk natuurlijk, vaste gast. Ja. Dus voor degene die hier toe gaat, dan is de kans heel groot. Of klein. Ja, als je allemaal naar Classico Amsterdam komt, kom je elke dag BN'ers tegen. Dus kom. Waar? Classico Amsterdam, Willems Parkweg. Kom allemaal, lekker eten. Beste Italiaan van Amsterdam. Maar welke plekje komt BN'ers nog meer? Alleen maar naar Classico. Alleen maar naar Classico. Studenten beneden. Oh. Alleen maar gezelligheid. En je hebt de pijp, ik kom ook bij BN'ers. Ja, zeker. De pijp komt ook. Dat is ons tweede filiaal. En bij Oud-Zuid komt het nog. We zitten nu in Oud-Zuid. Oh, dit is hem dus. Ja, ik hoor erbij. Dit is hem, Marcel. Oh ja, ik heb gehoord. Ja. Oud-Zuid, ja. Dat, hier komt BN'ers, ja. Niet normaal. Ik snap het. Vandaar dus zeg je dat BN'ers. Die pasta boven. Kijk, die kaas. Mm-hmm. Boven. Daar gaat lekker pasta doorheen. Oeh, zie je het? Een bolk in de lucht. Snuf. Oeh, lekker. Kijk, oeh, lekker. Ja. Hier gaat de lekker pasta doorheen. Oh ja, ja, heerlijk. Nou, mooi om te zien, man. Ja. Weet je wel, man. Tot de volgende keer. Hetzelfde. Wie heeft wat nieuws geleerd? Tot de volgende keer. Weet je wel, man. Ik zal volgende keer sowieso langs bij Zuidoud. Dan kom ik vast vanzelf tegen. Tuurlijk. Ja. Meisje Jamila ben ik haar poster tegengekomen. Het is zo leuk dat ik haar gezien heb, maar dan de posterversie. Maar niet in de realiteit, maar in realiteit is in de verleden tijd al gebeurd en geweest. Tina Festival. Maar dit is de tegenwoordige haar succesvol. En zij heeft dit zelf geschreven en de kinderen zullen vast leuk vinden. En het kost €18,99. Dus oh my god. En het gaat over gewoon een verhaal die zij zelf bedacht hebben. Nou. Ik denk het, ik weet het niet zeker. De rest staat er op internet, dus that's really true. Ik heb een vraag gesteld aan jullie. Ja. No. Wie of wie hebben jullie gezien? De BN'ers of de bekende van beroemd of van Nederland? In Amsterdam? Ja. Ik zag een keertje Charlie Baudet. Ja, ik ook. Was met hem. Ik ben nog meer tegengekomen. Ik kwam laatst Anthony Cruijver tegen. Ja. Ja. Scene action. Werd hij een foto gevraagd door mensen? Ja. Ja. En binnen stad ook? Ja. Ja, zie je ze wel minder vaak. Ja. Oké. Okay. Ja. Ten eerste, als je binnen stad bent, moet je het zo doen. Ja, en als het zo doorgaat,
bel de politie. Ja, 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 precies. Dat hebben we net uitgelegd. Ja. En wat nog meer? Heb je nog verteld over BN'ers of zo? Dat die ook lastig valt door kinderen, bijvoorbeeld dat die bank zitten geweest die bij Leidse of bij jouw museum? Leidseplein, ja. Ja, Leidseplein, ja. Dan worden ze wel weggestuurd. Ja. Ja, oprecht. Mm-hmm. Doen ze ook zo? Ja, ja, ja. Maar meestal nou, laten ze de ze hebben ook wel een toe. Paar mensen ook. Ja, ze hebben ook bewaking. Ja. Ook nog. Oh, fijn voor de... Oké. Okay. En nog hebben jullie tips voor mij wat ik moet doen als ik bekend ben? Als wordt gevonden? Ja. Ja, zoals ik zei, gewoon zeggen ga weg. En als ze dat dan niet doen, hulp vragen. Alright. Doe het. Help niet. Hulp vragen. Ja. En wegwezen. Ja, inderdaad. Ja. En de bekende mensen, die gaat niet naar Amsterdam Centraal toe, hè? Die drukgebied van de stad. Blijven lekker rustig buiten het centrum. Ja, of naar Zuid-Oud. Ja. Oud-Zuid, natuurlijk. Ja. Nou, leuke jongens. Ja, bedankt nog al, hè? Ja, geen probleem. En we zien elkaar ooit in het future. Ja. Ja, succes. Later, man. Heel goed. Trouwens, mag ik even... Ik maak muziek. Even muziek. Doe maar. Hoe heet ik ook? Hij weet zijn naam niet meer. Big Baddy op SoundCloud en No Existence hier aan elkaar op Spotify. Ja, yeah, we'll see about that soon. Ja, 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 precies. Ja. Nou, dankjewel. Okay, geen problemen. Ja. Wauw, er is besloten feest. Kijk. Super cool. Nog nooit gezien. En ja, dit was leuk. Nice. Ik heb met beveiliging gesproken, die zeiden het is besloten feest, dus niet openbaar. Vandaar dus Darika en Rio. Jullie hebben allebei mooie gezichten. Het schijnt een mooie in het leven dat we elkaar tegenkomen. Ja. Dit pad van Leidseplein zijn we elkaar tegengekomen. En het feit is, je hebt een navel, piercing staat goed uit. Dankjewel. En wij zijn bezig met de video. Respect voor ons als wij een film zijn. En de mooiste wat er is. Wij staan aan de rij. Je ook kunnen vlaggen? Ja, natuurlijk. Zo. Jou ook, man. Als je het goed vindt. Soldaat. Heb je nog wat leuks vertellen? Dango is echt een goede guy. Je hebt een leuke kettingje, een hartje. Een hart van goud. Ik zou jou ook een hartje geven, maar ik heb het helaas niet. Weet je wat het mooiste er is? Ja. Ik ben op zoek naar een persoon die op zoek naar mij en die geeft mijn hart aan haar en zij wordt van mij. En dan ben jij ooit in the future. Yes. Of iemand anders. Ja, ik hoop wel dat je zo iemand vindt. Mm-hmm. Ja. Succes. Dankjewel, jij ook. Yo. Doei. Ik ben veilig thuis. Ik ga de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Good night. Bye.